We gaan vandaag chocolate chip cookies maken en dit keer zijn het dikke koekjes die zacht van binnen zijn. Voor dit recept begin je met wat bloem, dit meng je met bakpoeder en wat zout. Zet het eerst aan de kant. Neem dan een beslagkom en doe hier blokjes ongezouten boter in. Voeg hier de kristalsuiker en de bastardsuiker aan toe en klop dit tot het licht en romig is. Daarna klop je er een ei doorheen en als je dat wil ook een beetje vanillepasta. Dit geeft een extra lekkere smaak. Klop dan het bloemmengsel er doorheen. Klop dit net zo lang tot al het bloem is opgenomen. En spatel er daarna de chocolate chips doorheen. Ik heb pure chocoladechips gebruikt, maar je kunt natuurlijk ook een andere soort gebruiken als je dat lekker vindt. Om mooie even grote koekjes te krijgen gebruik je een ijslepel om bolletjes te maken. Doe de bolletjes op een stuk bakpapier of een siliconen bakmat en bak de koekjes dan ongeveer 10 tot 12 minuten op 190 graden of totdat de randjes mooi goudbruin aan het worden zijn. Hou jij ook van chocolate chip cookies? Geef dit filmpje dan een duim omhoog. Laat mij in de reacties hieronder weten wat voor koekjes jij lekker vindt. En abonneer op mijn kanaal voor meer video's. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.